De huisartsen spoedpost HASP is goed ontvangen binnen de Surinaamse gemeenschap. Dit bevestigt de algemeen directeur van het Sint-Vincentius ziekenhuis, Jason van Genderen, aan de redactie van de STVS. Deze HASP-post is heropend om zoveel mogelijk de samenleving, naast de reguliere huisartsenpolie, toch ook van dienst te kunnen zijn. Er zullen op kort termijn evaluatiegesprekken gehouden worden met de leiding van de spoedeisende hulp om te kunnen achterhalen als het doel van de HASP is bereikt. Wat wij dus wel kunnen zien is dat in feite de mensen die zich hier aanmelden elke dag, zich in feite ook bij het academisch ziekenhuis zouden aanmelden. We hebben gemerkt dat op de dagen dat we dus 24 uur open zijn, dat we dus wel plus minus 30 patiënten per dag kunnen zien. En door de week zien we dat het gemiddeld blijft tot 15 en soms op de drukke dagen 20 patiënten per dag. De HASP is gevestigd in het gebouw van het Sint-Vincentius ziekenhuis en is op 1 mei 2023 geopend. De HASP heeft deze dienst samen met de huisartsen Spoedpost Nederland van de grond gekregen. Elke verzekerde mag gebruik maken van de diensten die worden geboden bij de HASP. Uniek bij de HASP is dat er via een inbelsysteem patiënten vooraf gemonitord kunnen worden, zodat de arts voorbereid is op de handelingen die hij of zij eventueel moet gaan verrichten. Ook aan de walk-in patiënten worden normaal diensten verleend. Het streven van de HASP is dat de patiënten in de toekomst kosteloos gebruik kunnen maken van de aangeboden diensten. We hebben geen klachten gehad dat de drempelkosten niet betaald kunnen worden. Maar we moeten wel meegeven, als we merken dat een patiënt het niet kan betalen, gaan we het toch wel eerst behandelen. Eigenlijk willen we zo min mogelijk dat de patiënt betaalt. We zijn nog steeds aan het onderhandelen met de verzekeraar, om deze drempelkosten weer in feite volledig wegwerken. Want je wil gewoon werken met de verzekering van de patiënt. Maar natuurlijk, we zijn er allemaal, we weten welke situatie we zitten en dat de tarieven ook allemaal achterhaald zijn. Maar een verhoging van de tarieven ook een directe invloed gaat hebben op de premie van de patiënt. Dus van de verzekeraar in dit geval.